Hoi, leuk dat je weer kijkt. Ik heb vandaag voor jullie weer een unboxing video. En dit is volgens mij niet zo'n hele lange tijd geleden dat ik dat had gefilmd. Maar ik was van de week bij mijn postbus geweest en hij zat weer overvol. En mijn kantoor lag ook weer helemaal vol. Dat ik dacht van weet je, ik ga de camera gewoon weer aanzetten. En voor jullie de pakketjes die achter me liggen unboxen. En dat zijn grote pakketjes, kleine pakketjes, van alles en nog wat zit ertussen. Ik heb nog geen idee wat erin zit. Maar ik heb de dozen wel vast opengemaakt om wat tijd te besparen in deze video. Maar ik ga ze wel gewoon met jullie openen. En vertellen wat erin zit en dan wat informatie erbij geven, mocht er informatie bij zitten. En ja, ik ga het gewoon aan jullie laten zien. Trouwens, voordat we beginnen met het unboxen wil ik nog heel even zeggen dat ik alle dozen en producten toegestuurd krijg van PR-bureaus. Zij sturen mij die dingen toe en naar andere bloggers ook, zodat wij die producten kunnen uittesten als een van de eerste. Dus dan weet je gelijk waarom ik dit allemaal hier achter me heb liggen en waarom ik het überhaupt toegestuurd krijg. Dus ik ga er nu gewoon een willekeurige doos bij pakken en die openmaken en jullie vertellen wat daarin zit. Ik pak gewoon de eerste willekeurige doos die bovenop ligt. En deze is afkomstig van een PR-bureau, House of Rebels. En hier zit in. Alles valt er al bijna uit. Nou, allereerst natuurlijk dat superleuke knetterpapier. Vroeger vond ik dat altijd zo leuk als mijn vader pakketjes kreeg. Dan kon je dat allemaal knakken. Huh? Nu hoor ik het niet. In ieder geval, hier zitten producten in van The Body Shop. Go wild for festive body care with limited edition body treats. Dat is het persbericht wat erbij zit. Ik ga dat niet allemaal oplezen, want het zijn gewoon producten in ieder geval voor die collectie. Dit is dus heel erg feestachtig. Een hele lekkere body scrub is dit denk ik. Ja, de Frosted Berries Exfoliating Sugar Body Scrub. Ik ben gek op de body scrubs van de Body Shop. En vooral tijdens de kerst dan weet ik gewoon dat er hele lekkere geuren uitkomen. Hele zoete geur, vooral en warm. En daar hou ik echt van. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze ruikt. Oeh. Het ziet er echt altijd zo lekker uit. Wacht, ik ga het even close-up laten zien. Kijk. Oh, zo lekker. Het druipt er gewoon vanaf. En dan zie je dus dat het een scrub is, maar best wel mild vind ik die scrubs altijd van de Body Shop. Het is niet zo dat je je huid brandt als je het hebt gebruikt. Het ruikt naar een douchegel die ik vroeger had. Zo zoet is hij, maar ik kan even niet op de naam ervan komen. En dat is echt super irritant als je iets wil weten en je kan er niet op komen. Maar in ieder geval, dat is dus de body scrub. En dan heb ik hier ook nog een 24-hour intense moisture for dry skin. With vanilla extract from Madagascar. Oh, dit ruikt zo lekker. Het ruikt naar vanille, maar ook heeft het ergens een soort van spa-achtige scent. Ik kan het niet goed omschrijven. Maar in ieder geval vanille en dat is wel het meest overheersende altijd. Dit is dus ook gewoon een lekkere body, ja, butter. Maar dit is dus een intense moisture for dry skin. Hij is niet zo dik als boter volgens mij. Nee, hij is niet zo dik. Dan heb ik nog een Frosted Berries, namelijk deze body butter. Dus dit is wel een body butter. Die is net iets dikker en steviger dan die ik net liet zien, de vanille variant. En deze ruikt net als de Frosted Berries Sugar Scrub heel erg lekker. Mega zoet. Oh, dit is echt gewoon alsof je snoepjes op je huid smeert volgens mij. Dus dat is alles van de Body Shop. Zet ik deze doos op de grond neer en dan ga ik verder met het volgende pakketje. Oh. Deze is afkomstig van een PR-bureau wat heel veel parfums en dergelijke opstuurt altijd. En wat zit daarin? Filosofie, The Land, Hope and Wonder. Dat is dan de filosofie Snow Angel. Snow, hoe komt dat eruit? Snow Angel. Er zit in een shower gel, een body lotion, een body spritz en nog een body scrub. Dus dat is echt helemaal top. Ik hoor gewoon serieus vuurwerk buiten. Als het vuurwerk was. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. De Snow Angel, het pakket. Ik heb even de body spritz eruit gehaald. Die ga ik dan even opsprayen. Want dan weet ik gelijk hoe die ruikt. Vrouwelijk, sensueel, maar ook heel zacht. Dus niet te aanwezig. Oh, lekker. Hier heb ik een heel klein pakketje. En deze is van L'Oréal afkomstig. En ik vind het altijd zo leuk als ze een goudkleurig envelopje gebruiken in plaats van zwart-wit. Weet je, gewoon saai. Maar gewoon denk aan de details. Dat vinden ze leuk. Ik heb hier het Urban Decay Naked Ultimate Basics All Matte Palet. Oh, ik hou echt van matte oogschaduws. En ik heb deze nog niet gezien op een blog of whatever. Dus ik heb geen idee wat voor kleuren hierin zitten. Maar oh, hier kan ik echt heel blij van worden. Even serieus. Kijk hoe mooi
dit doosje is. En hier zitten dan allemaal neutrale matte oogschaduws in. En dan heb je bijvoorbeeld links wat lichtere tinten, beige, een beetje ja, zacht lavendelkleurtje. En onder heb je dan een koperbruinachtige tint, bruin en zwart. Dus je kan hier allerlei verschillende looks mee maken. Er zit ook een kwastje bij, dus die kan je dan ook meenemen als je bijvoorbeeld op reis gaat en je wil maar één palet meenemen en één kwastje. Dan heb je hier gewoon een compleet setje. Dus dat vind ik helemaal geweldig. Deze is van L'Oréal wederom. En ik zie op de voorkant zo'n Victor en Rolf stempel. Ik weet niet of jullie dat ook zien. Denk het wel. Zo'n bedrukte stempel. Heel cool. Dus daar zal dan wel iets van het merk Victor en Rolf in zitten. Hoop ik stiekem. Allereerst een mega persbericht. En daar staat op Victor en Rolf bonbon. Couture. En een heel verslag. Zou die erin zitten? Ik moet niezen. Oh, ik moet gewoon niezen van de spanning. Sorry. No, you didn't. Holy cannoli. Ik heb gewoon een 50 ml eau de parfum van Victor en Rolf gekregen van Bonbon. En serieus, ik stond laatst nog in de Douglas. Ik rook deze. En toen zat ik nog te twijfelen, zal ik hem halen? En je weet hoe dat gaat als je met Dwayne of met je man of met je vriend naar een parfumerie gaat. Dan is het enige wat ze kunnen zeggen, nee, zoiets heb je toch al? Nou ja, dat dacht ik dus niet, want ik heb deze dus nog niet. Maar hij vindt die geuren dan op elkaar lijken of zo. En ik vind het totaal niet zo. Maar God, ik heb hem nu dus gewoon alsnog. Dit is het flacon. Het is zo mooi en pretty en girly en vrouwelijk en alles tegelijk. En die geur. Oh, een beetje te enthousiast. Het is natuurlijk een hele sterke parfum en ik zit echt vet veel op te spuiten. Bonbon van Victor en Rolf. Die gaat bij mijn parfumstash. Nog een pakket van L'Oréal. Geen flauw idee wat erin zit. Oh. Een tasje met Yves Saint Laurent logo erop. En wat is dit? Play the Vinyl. Ik heb hier 3 lipproducten van Yves Saint Laurent. En ik moet eerlijk toegeven dat het de eerste keer is dat ik iets van dit merk ontvang. Dus dat is voor mij echt zo'n yes momentje. Dit zijn de Yves Saint Laurent Vinyl Lip Creams. Creamy Stain. Oké, heel erg benieuwd naar. Oeh, dat vind ik wel een heel erg mooi kleurtje. Een My Lips But Better lipkleur, maar dan met een beetje een roze ondertoon. En hij is echt mega gepigmenteerd. Maar dit droogt dus creamy op, volgens mij. Ik denk niet dat hij mat wordt. En ik ben echt zo'n matte lipstick drager. Maar ik vind deze kleur wel heel mooi. Dus misschien kan ik het afmatten met een poeder. En op zijn tijd vind ik dit ook wel leuk met een lipgloss eroverheen. Dat je wel echt van die glossy lippen hebt. Maar creamy zelf heb ik eigenlijk nooit. Nee, misschien moet ik dat wel wat vaker gaan doen. Want het komt dus blijkbaar wel echt terug. Aangezien we hier dan ook weer van die creamy dingen hebben. Nou, ook een super mooi kleurtje. Hou ervan. De laatste kleur die ik heb gekregen is een beetje, wat is het? Oeh, die is ook echt super gepigmenteerd. Beetje wijnrood, maar toch ook wel weer neutraal. Dus je zou hem wel gewoon in het dagelijks leven kunnen dragen zonder dat je ongemakkelijk hoeft te voelen. Want hij is niet heel erg aanwezig, maar wel, je ziet dat het een aparte kleur is, zeg maar. Een beetje wijnachtig. Rosé. Rosé wijntje, dat is het goede woord. Dan ga ik nu verder met de laatste doos. En dit is een doos die al wat langere tijd in mijn kantoor ligt. Maar steeds zat ik te wachten tot ik weer een unboxing video zou gaan opnemen. En dat moment is dus nu aangebroken. Dus ik ga de doos openen. Ik weet dat het afkomstig is van John Berends. Die hadden mij een tijdje geleden gemaild. En ze zeiden van nou, mogen we een pakket naar je opsturen met allemaal verschillende producten. Ik heb zelf geen idee wat erin zit. Maar ik zie wel dat het een doos vol is met heel veel verschillende dingen. Het eerste wat ik eruit haal is deze haarolie van Hair Doctor. Ik heb geen idee wat voor merk dat is. Ik ken het niet. Maar ik ben wel heel benieuwd of die goed werkt. En of die echt mijn haar laat glanzen en zacht aan laat voelen. Want ik ben best wel sceptisch wat betreft haarolie, haarserums. Ik ben echt gewoon helemaal weg van mijn Moroccan oil. En die gebruik ik dagelijks. Dus misschien is dit wel een nieuw favoriet binnenkort. Maar dat hoor je dan vanzelf. Als ik hem echt fijn vind, dan zullen jullie hem vaker zien in mijn haarroutine video's bijvoorbeeld. Of in een morning routine of in een vlog. Dan heb ik hier nog een bij elkaar gepropt dingetje van het merk Reach. Ik
ken ik eerlijk gezegd niet, maar het ziet er wel heel erg rijk uit. Alles is goud. En er staat op de zijkant Make It Rich. En dit is dan de Pure Luxury Intense Moisture Conditioner. Er zit een douchepuff bij en een shampoo. En dat zijn miniaturen, dus dat is echt ideaal voor als ik weer op reis ga. Wat ooit wel weer zal gebeuren, dus dat ga ik stoppen in mijn travel la waar ik altijd van dit soort miniaturen bewaar. Love it! Haarmaskers kan ik nooit genoeg hebben. En altijd als ze lekker ruiken, dan ben ik al verkocht. Ik ken het merk helemaal niet, maar het doet me een beetje denken aan Moroccan oil. Om heel eerlijk te zijn, die geur. Er zal ook wel iets van argan in zitten of zo, waarom het zo ruikt. Ah, ik kan hier nog wel heel lang aan blijven ruiken. Hier nog twee producten van hetzelfde merk als het haarmasker. En dit heet nummertje 54 en deze nummertje 47. Dat vind ik wel heel origineel trouwens. Dat ze gewoon ieder product een nummer hebben gegeven. Dat is ook gewoon heel erg makkelijk. Dit is de Argan & Lindsay Treatment Oil. Altijd lekker om te hebben. En een shining spray. Shining sprays heb ik eigenlijk nooit gebruikt. Dus ik ben heel benieuwd of mijn haar dan echt glanst als je dit hebt gesprayed, zeg maar. Dus nog twee nieuwe haarproducten. En tot slot, het laatste wat er in die doos zat is een föhn van het merk Freepak Mundial. Nooit eerder van gehoord, maar dat vind ik juist wel leuk van John Berend. Ze hebben heel veel exclusieve merken, exclusieve dingen. Ik vind het ook echt heel erg leuk om dat uit te proberen. Dus deze föhn die ga ik dan ook maar even binnenkort testen. Want mijn föhn van Babyliss, die is echt top. Die is bloot echt mijn haar binnen, denk 5 minuten helemaal droog. Dus ik ben benieuwd of deze nog sterker is. Want er staat strong and light. Dus misschien bedoelen ze daarmee dat die licht gewicht is en sterk. I don't know. In ieder geval, als hij goed is, dan hoor je dat zeker van mij. Dan was dat alweer het laatste wat ik heb ontvangen. En dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze video. Vond je het nou leuk? Doe dan je duimpje omhoog voor wat extra support en liefde. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dan mis je dus geen video's meer van mij. En het is trouwens ook gewoon geheel gratis. Dus klik even op de rode button hieronder. En dan zien jullie mij gewoon morgen weer terug in een hele nieuwe video.